Denk je aan de Rotterdamse haven? Dan denk je vooral aan containers. Toch ligt de oorsprong van die innige band niet zo heel ver terug. Pas op 5 mei 1966 arriveert de eerste container in de Rotterdamse haven. De MS Fairland heeft een lading van 226 containers aan boord. Er zouden er nog vele volgen. 8 jaar later, in 1974, heeft de container het aanzien van de haven volledig veranderd. Hoezeer het containervervoer in de laatste jaren is toegenomen, bewijst deze opname van een van de vele Rotterdamse terminals, waar de grote laadkisten bij duizenden worden gelost en geladen. Daartoe beschikken deze stations over speciale hefbruggen. De metalen laadkisten, die een gemiddelde inhoud van zo'n 20 ton hebben, worden naar een tijdelijke opslagplaats gereden, waar ze gesorteerd worden voor verder transport per vrachtauto, trein of schip. In de afgelopen 50 jaar zijn in Rotterdam zo'n 250 miljoen containers overgeslagen. Zonder de zeecontainer had de enorme groei van de wereldeconomie er waarschijnlijk totaal anders uitgezien. De logistiek achter het containervervoer heeft een enorme vlucht genomen. Hierdoor is Rotterdam in staat de immense stroom aan containers feilloos te verwerken. Maar ook de container zelf wordt steeds slimmer. Wat je nu ziet, dat die container wat intelligenter wordt, net zoals onze koelkast intelligenter wordt. Dat je wereldwijd met die containers kunt communiceren. En dat je eigenlijk ook naar een toekomst gaat waarin die containers misschien ook wel zelf weten waar ze naartoe moeten. Dus overal in de wereld kun je checken via het internet. Wat is er met mijn lading gebeurd? Waar is mijn lading? Wat is de toestand van mijn lading? Heeft er iemand aangezeten? En transparantie, dat is eigenlijk het codewoord. En de containerschepen zijn al maar groter en efficiënter geworden. De grootste schepen vervoeren al meer dan 20.000 teu, de eenheidsmaat voor containers. Deze schepen kunnen alleen op de grootste en modernste terminals worden afgehandeld. 2 van die terminals zijn op de Tweede Maasvlakte te vinden. Die van APM Terminals, onderdeel van de Deense Møller Mærsk Groep, en Rotterdam World Gateway. Een nieuwe samenwerking tussen een grote terminal operator en 4 wereldwijd opererende rederijen. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal behoorlijk op de containerterminals elders in de Rotterdamse haven. Alleen dan wat groter. Maar op Maasvlakte 2 is een revolutie gaande in de voortdurende drang naar innovatie, efficiëntie en duurzaamheid. Om die nieuwe generatie schepen in kortere tijd te kunnen laden en lossen, moeten de kranen sneller kunnen bewegen. Daardoor kunnen de crane operators hun werk niet meer bovenin de kraan verrichten. De concurrentie in de containersector is moordend. De productiviteit van een terminal wordt eigenlijk bepaald van hoeveel containers kan ik per uur van zo'n schip halen en hoe snel is dat schip weer weg. En de gemiddelde kraan in de wereld doet ongeveer 25 containers per uur. Maar de kranen op de nieuwe terminals op de Maasvlakte, ja, die moeten 45 containers per uur doen. En dat is een verdubbeling. Nou, dat is een extreme uitdaging. Hier geen traditionele kraanmachinist, maar een remote crane operator. Die de enorme zeekranen vanuit een comfortabele stoel op afstand monitort en bedient. Dat maakt het werk niet eenvoudiger. De modernste terminals voegen in feite een volledig nieuw beroep toe aan het brede palet van havenbanen. Operators worden het eigenlijk. Dat is ook een ontwikkeling die je in heel veel dingen in de haven ziet. Hè. Ze zijn steeds meer een schakel in die keten en ze moeten weten wat er voor en achter hen gebeurt en hoe kwetsbaar dat is. Als er bij hun iets fout gaat of bij iemand anders en hoe ze dat op moeten lossen. Hoewel de shorters ook op deze hypermoderne terminals hun zware werk verrichten, is het ouderwetse hijs- en stuurwerk door de mens nagenoeg verdwenen. Hier brengen QC's, BC's, AGV's en ASC's de containerstroom over de terminal feilloos in beweging. Het systeem bepaalt wanneer welke container waar opgepakt en neergezet wordt. Eigenlijk wordt die mens
steeds belangrijker, omdat routine wordt eigenlijk geautomatiseerd. En wat niet geautomatiseerd wordt, dat is dat allerlei uitzonderlijke situaties zijn waardoor die kraanmachinist, die operator op afstand, allerlei beslissingen moet nemen. Ja, als een schip te laat komt, dan komen er 20.000 containers te laat. En als er twee schepen op hetzelfde moment komen, ja, dan heb je chaos op een terminal en dan moet je improviseren. Je hebt steeds meer mensen die in een kunstmatige intelligentieomgeving zelf bepaalde beslissingen moeten nemen. En die krijgen wel advies van allerlei systemen, maar ze moeten toch zelf hun beslissingen nemen. Onderdeel van zeg maar, dat pakket wat wij ze proberen mee te geven, dat zijn juist ook heel veel sociale vaardigheden. Creativiteit, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen. Een logistiek proces dat zo nauw luistert en waar alles in elkaar grijpt, vraagt ook om aanpassingen bij vervoerders. Zo werken vrachtwagenchauffeurs met timeslots. Het computersysteem wijst de transporteur vooraf een vaste laad- en lostijd toe. Zo worden lange wachttijden voorkomen. Komt een vrachtwagen in de file, dan heeft dat geen effect op het proces op de terminal. Extra aandacht bij deze terminals is er voor het vervoer per spoor en binnenvaart. Afspraak met het havenbedrijf is immers dat maximaal 35% van de containers over de weg naar het achterland vervoerd mag worden. Vandaar dat er voor binnenvaartschepen een aparte kade is gereserveerd en railterminals aansluiten op de toekomstvaste railinfrastructuur in het havencomplex. Waar beide containerbedrijven bovenal in uitblinken is duurzaamheid. Het volledige materieel op deze terminals is 100% elektrisch aangedreven. De uitstoot van CO2 wordt zodoende tot een minimum beperkt. Zo rijden de AGV's op accu's. Deze voertuigen vinden niet alleen volledig onbemand hun weg over de terminal, maar wisselen zelfs volledig automatisch hun batterijen. En zo komt de ultieme terminal steeds een stapje dichterbij.